Hi, allemaal. Ik heb op dit moment nog een kortingsactie. Alles is voor de helft van de prijs. Persoonlijke reading dus voor de helft. Aan te vragen via mijn website. Dit is de legging voor de watertekens. Dus de kreeft, schorpioen en de vissen. Het is weer mogelijk om een persoonlijke reading aan te vragen. Die gegevens zet ik onder de video. Beschrijving. Een steuntje in de rug. De denker. Je bent met heel veel dingen bezig. In je hoofd. En dat is natuurlijk de denker, maar het zijn vooral dingen die je wenst. Dus je bent bezig met je toekomst, wat je wil in de toekomst, wat je wil bereiken en met wie je dat wil bereiken. De mensen in je omgeving, of het mensen zijn die jou daarbij kunnen helpen of die je juist tot last zijn. De pentakels 10. De geliefde. En de bekersteen. Oh, wauw. Dat is een hele mooie kaart. Een hele mooie vooruitzichten. Er ligt echt van alles voor je en alles ligt open. Alles is bereikbaar voor je. Het is allemaal te halen. En dat komt mede doordat je bezig bent met die afwegingen te maken of je de mensen in je leven hebt die jou verder kunnen brengen. En dat betekent dus ook dat je sommige mensen achter je laat die jou daar gewoon niet bij kunnen helpen of die je tot last zijn. Mensen die niet blij voor je zijn als je successen haalt. Mensen die jaloers zijn. Dat zijn allemaal mensen die je achter zullen blijven. Waar je een beetje afstand van gaat nemen. En misschien steeds wat meer afstand, steeds wat meer mensen. Tot je echt gewoon de mensen in je omgeving hebt die goed voor je zijn en die jou hier gaan brengen. En dat is sowieso de liefde. Dat zie ik hier heel duidelijk, maar ook de financiën. Je hebt hier een hele mooie toekomst voor je liggen en dat gaat al heel snel beginnen. Bijna direct.
in Nieuwe Liefde. En dat is een soort sprookjesliefde. Lang en gelukkig leven. Met een soulmate. Iemand die perfect bij jou past. Met wie je voor altijd samen kan blijven. Maar ook je, je geld wat echt gaat exploderen eigenlijk. Dus je bent met iets bezig nu. Je bent iets aan het opzetten. En wat dat is, waar je mee bezig bent nu, dat is wat jou verder gaat brengen. Dus ga daarmee door. Stop het ook niet. Als het nu nog niet een succes is, dan gaat dat komen. Dus geef het niet op. En blijf daarmee doorgaan. De kluivenaar. En de magier. Ga door met waar je mee bezig bent. Het is een, sommigen van jullie zijn ook echt aan het manifesteren. Daarmee bezig. En dat is wat jou datgene gaat brengen. Dat is omdat je het al voor je ziet. Je kan het al voelen dat je het gaat krijgen. En je kan al voelen hoe het is als je het krijgt en als je het hebt. Als je het leven leeft zoals je dat wil. Je hebt heel goed nagedacht over wat het is wat je wil. En dat is ook precies wat je gaat krijgen. En dat zijn die financiën en dat is die liefde. Als dat die twee dingen zijn die jij wil. Kunnen ook andere dingen zijn, maar ik zie die twee dingen zie ik hier heel duidelijk liggen voor me. Pentakels 8. En de bekers 2. Die nieuwe liefde, dat is de liefde van je leven. Je zal niemand anders meer willen. Je hebt voor niemand anders meer oog. Dit is de persoon voor jou. En dat is jouw perfecte match. En dat is geheel wederzijds. Jullie zijn het voor elkaar. Koning van Staten. En de koningin van Zwaarden. Jullie zijn zo'n goed team. En dat blijft ook zo. Voor de rest... Nou ja, van jullie leven zou ik zeggen. Voor de rest van jullie relatie. Er is een hele grote aantrekkingskracht tussen jullie. Seksuele aantrekkingskracht. Maar ook het praten tussen jullie. Jullie denken ongeveer hetzelfde. En dat maakt de gesprekken tussen jullie ook... heel bijzonder, omdat je eigenlijk bijna zonder woorden elkaar helemaal kan volgen. En dat maakt ook dat jullie jullie het leuk blijven vinden om met elkaar om te gaan en met elkaar te praten en dingen met elkaar te doen. En, maar ook in de slaapkamer blijft dat. Blijkt dat gewoon ja, vurig en interessant en leuk. En ik zie zoveel geluk in jullie leven met elkaar. Jullie genieten zo erg van elkaar. Van pentakels.
De zon. Nou, het kan haast niet mooier. Het kan niet mooier, denk ik. En de schildknap van Pentacles. Dit allemaal komt er heel snel aan voor je. Maar echt snel. En dan kan dat mooie leven beginnen. Sorry. Je hebt de zon. De meest mooie positieve kaart is die je maar kan hebben. En datgene, dus dat wat je aan het opstarten bent, om je financiën te laten exploderen, is er bijna. Het staat op het punt om echt heel groot te worden. En dan denk ik echt aan miljonair groot. Maar ook die liefde. Wat echt een eens in je leven. Prachtige liefde gaat zijn. Het is de ware voor je. En dit allemaal, dat komt eraan zo snel. Dus hou het gewoon vol zo en alles komt naar je toe. En het is er echt bijna en dan kan je gaan genieten. Dan heb je je ware liefde, je hebt nooit meer zorgen over geld. En dit allemaal kan elk moment gebeuren voor je. Dus nou, prachtige vooruitzichten. Dus geniet ervan. En succes nog even. Dag.